Een politielid wat geloof vals klag van racisme tegen een senior officier aan hange gemaakt het, is niet disciplinair verhoor nie, maar bevorder. Een adjudant officier het luitenant-kolonel Loretta Boeta van die Sunnyside politie in 2011 van racisme beskuldig, een aanklag waarop zij later onschuldig bevind is. Die vakbond Solidariteit het Boeta aan die arbeidshof verteenwoordig en ondanks de onderneming in die hoofd dat die politie dit zal doen, is die vals klag nooit onderzoek nie. Luitenant-kolonel Loretta Boeta sukkel nou al amper 2,5 jaar om haar naam in ere te herstel. Sy is van racisme beskuldig nadat sy van haar statiebevelvoerder opdracht gekry het om 'n tigproses te begin teen collega's wat televisie gekyk het terwyl hulle aan diens was. Boeta is hiervoor van racisme aangekla, maar onskuldig bevind. Die politie en Solidariteit wat namens Boeta optree, het in die arbeidshof ooreengekom dat die politie die klaarblyklike vals klagte van racisme teen haar gaan ondersoek. Die politie het luitenant-kolonel Boeta echter verlede week in kennis gestel dat die politielid wat die klagte van racisme teen haar ingedien het, bevorder en toeverplaas is. Hulle het die kwestie dus as afgehandel beskou. Die feite voor die SAPD hierso is duidelik. Mevrou Boeta het nie hierdie aantuigings van racisme gemaak nie. Maar nie teenstaande die ondersoeke wat geloods is en die feite, bly die SAPD steeds nalate om enige stappe te neem teen hierdie persoon. En dit gesien in lig van die beleid, sowel as die gesag wat daar is, vind ons skriwend om die minste te sê. Groenewald sê alle sake moet regverdig ondersoek word. Sy agri word nie geondersoek nie, maar die persoon wat die aantuigings gemaak word, word bevorder. Nou waar kan 'n mens geregtigheid in hierdie handelinge sien? Boeta se saak word op 20 September deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie aangehoor. Die polisie het nie gereageer op een nuus se navraag nie. Gerard Pretorius, een nuus, Pretoria.